dit moment zijn we aan boord van Zijne Majesteit Sedo in het Caribisch gebied nabij Curaçao. Het bijzondere is dat Zijne Majesteit Sedo is de eerste ge-IPW'de onderzeeboot van de Walrus-klasse. Op dit moment zijn we beproeving aan het doen met Special Forces van de Mariniers. Die, een van onze hoofdtaken van de onderzeeboot is het ongezien afzetten van deze Special Forces nabij land. Tot nu toe verloopt de oefening voorspoedig. Zowel de Mariniers als de onderzeeboot doet veel operationele ervaring op die we weer goed kunnen gebruiken in de praktijk straks. Wij zijn NL Marshof. NL Marshof staat voor Netherlands Maritime Special Operation Forces. En we zijn hier om een training te doen met Zijne Majesteit Zeeleeuw. Deze oefening doen we met de ondersteuning van Zijne Majesteit Pelikaan. Wat dient als een platform waar onze veiligheidsorganisatie in ondergebracht is. Wat we hier trainen is de zogenaamde exit en re-entry procedure. Dit is een procedure waarbij de onderzeeboot onder water blijft en de kikvorsman dus onder water de onderzeeboot verlaat. Door deze procedure kan de kikvorsman onzichtbaar een eventuele vijandelijke kust bereiken. We zijn nu aan boord van de onderzeeër. Deze drill die we nu gaan uitvoeren hebben we al meerdere keren geoefend. Het is nu tijd voor het echte werk. We hebben er zin in, we hebben hard getraind. We gaan er wat moois van maken.